Piepers en pagers voor gevangenissen en ziekenhuizen. Dit bedrijf uit de mortel maakte. En de postbode haalt ze op en bezorgt ze bij de klanten. Maar dat ging al weken niet goed. Ik dacht, nou, dan ben ik er dus helemaal zat. De poort gaat dicht. Je gaat hier netjes een kopje koffie drinken. En die mensen kan eerst gaan bellen. En eerst gaan regelen dat het in orde is. Want zo ga je niet met klanten om. Omdat hij voelde dat zijn klachten niet serieus werden genomen. Besloot Van der Elze de postbode dus gevangen te houden. Ja, zo kunnen zijn. die man heb ik heel goed verzorgd. En... Die moeten zelfs met lachen ook nog. Maar PostNL kon er niet om lachen. Een medewerker gijzelen, ook al gebeurt het met zachte hand, is onacceptabel vindt het postbedrijf. Toch kiest PostNL er niet voor om naar justitie te stappen. Het is nu uitgesproken. Mooi vroeg wordt alles weer geregeld en is alles weer oké. Okay. Dus deze stoute actie heeft wel geholpen. Ja, maar het is niet fijn te doen.